Hallo allemaal, welkom bij de tutorial website maken met Flash MX. Deze tutorial hoort bij de reader die ik heb gemaakt. Een website maken in Flash MX, die ziet er zo uit, die reader. Ik begin gewoon vooraan in het boek. Op deze bladzijde, dat is bladzijde 3. En ik ga gewoon voorlezen, stap voor stap, wat er in jouw boek staat. En meteen op het scherm kun je zien waar je dan precies moet klikken. Het eerste wat in het boek staat is Start Flash MX. Ik sluit even beurt af. Flash MX moet je zo starten. Je klikt op Start, Applicaties, Macromedia en dan Macromedia Flash MX. Nou, dat duurt even. Dit programma, Flash MX, is al een beetje ouder, maar werkt nog prima om websites mee te maken. Er zijn nieuwere versies van, maar die zijn veel duurder. Goed, de eerste instructie is, stel de document properties zo in. En dan staat er een screenshotje, een fotootje van de instellingen. Om daar te komen, het kan zijn dat jouw properties niet zichtbaar zijn. Dat is deze balk, hier staat properties. Dan moet je daar even op klikken en dan springt die omhoog en dan kun je hier bij size, dat 550 bij 400 pixels, daar kun je klikken en dan kun je de instellingen veranderen zoals in jouw boek staat. Dit moet 800 pixels worden en dit 600, 800 bij 600. De background color moet zwart zijn, dus ik klik op dat hele kleine pijltje daar. En daarna klik ik op de zwarte kleur. Dan klik ik op oké. Okay. Ik moet nu scrollen om heel mijn website te zien. Dat vind ik een beetje vervelend. Dus ik klik dit kleine pijltje naar beneden. En ik klik op Show Frame. En dan kan ik alles weer goed zien. De volgende instructie is klik op de Rectangle Tool. Dat is deze. Oké, daar klik ik op. Stel de kleuren als volgt in. Colors zie je hier staan. Ik klik op het kleine pijltje. De stroke color. Ik wil geen rand om mijn rechthoek. Dus ik klik nu hier op dat vakje met dat rode streepje erdoor. De kleur, de invulkleur. Daarvoor moet ik op dat kleine pijltje klikken. En dan op de kleur zwart. Zeg ik dat goed? Nee, wit. Opletten. Dus, rode streep, wit. Oké. Okay. De volgende instructie is, teken een rechthoek in het midden van het scherm. Oké. Okay. Het maakt niet uit hoe groot die is, want je gaat dadelijk toch nog de grootte veranderen. Namelijk, er staat dan, kies het zwarte selectiepijltje. Dat is deze, niet die, deze, die zwarte. Arrow tool staat daar. Klik ik op en dan klik op de witte rechthoek. Oké. Okay. Heb ik gedaan. Dan ga ik naar bladzijde 4. Even de bladzijde omslaan. Bladzijde 4. Daar staat: stel de properties van de rechthoek als volgt in. De width bij de W staat 650. De height, de hoogte, is 470. De x, waar die moet beginnen, is 75. Je ziet ook die rechthoek telkens veranderen, hè, als ik hier iets typ. En de y is 65. Oké. Okay. Nou, je ziet hij is mooi gecentreerd. Er zit een mooie zwarte rand omheen. Dat is prima zo. Dan, de witte rechthoek is nog steeds geselecteerd. Druk nu op F8 op uw toetsenbord. Jullie mogen dat doen. Op jouw toetsenbord staat bovenaan staat een aantal functietoetsen. F1, F2, F3, F4. Jullie drukken op F8. Ik kan dat nou even niet doen, omdat ik aan het opnemen ben. Ik moet het een beetje anders doen, maar jullie mogen gewoon op F8 drukken. Ik moet namelijk drukken op Insert
Convert to Simple. Je ziet hier F8 staan, dus dat is eigenlijk hetzelfde. Dan komt er een nieuw scherm. Convert to Symbol. En in jouw boek kun jij lezen dat de naam moet zijn Background Symbol. In Engels betekent achtergrondsymbool. Movie clip staat aangevinkt, dat is goed. Dat zwarte puntje moet hier staan. Linksboven. En dan klik je op OK. Je ziet er nou een klein blauw randje omheen staan. Dat is prima, zo moet dat ook zijn. Ik heb al op OK geklikt. Maak een nieuwe laag, layer. Nou, hoe doe je dat? Je ziet hier layer 1 staan en je klikt daar met de rechter muistoets. Even laten zien. Dus layer 1 en ik klik met de rechter muistoets. Dan kies ik voor insert layer. En je ziet, ik heb nu twee lagen. Ik kan zien in laag 1, daar staat iets. En laag 2 is nog leeg. Die is nog leeg. Want deze is grijs en die is wit. Je hebt nu twee lagen, dat klopt. Ik ga door naar bladzijde 5. Dan staat er, klik in frame 1 van laag 2. Layer 2. Dus daar. Dit is frame 1, 2, 3... 4, 5. Dat heet de frames. Die vakjes heten frames. Dit is frame 6, frame 7, frame 8, frame 9 en frame 10. Dus dit is layer 2. En dit is frame 1. Dus daar klik ik. Dan staat er: klik op de rectangle tool. Nou, die kennen we nog van de vorige opdracht. Stel de kleuren als volgt in. Deze gaat weer op geen lijn. Deze moeten we veranderen naar zwart. De invulkleur wordt zwart. Dan staat er teken een rechthoek in het midden van het scherm. Okay. De grootte maakt weer niet uit, die gaan we dadelijk nog veranderen. Kies het zwarte selectiepijltje, net als we straks hebben gedaan. Klik op de zwarte rechthoek. Stel de properties van de rechthoek als volgt in. Nou, daar gaat hij weer. De width is 632,4. De hoogte, height, is 450,4. De x is 84,0. En de y is 74,0. Nou, je ziet dat jouw zwarte vlak precies in jouw witte vlak valt. Hartstikke mooi. Dan staat er, de zwarte rechthoek is nog steeds geselecteerd. Dat klopt, want er staan allemaal puntjes in. Druk nu op F8 op uw toetsenbord. Nou, bij mij gaat dat zo. Ik druk niet op F8, ik druk op Insert, Convert to Symbol. Jullie mogen op F8 drukken op het toetsenbord. Dan ga je weer een symbool maken. En deze heet Masked Symbol. Het is een movie clip. Hij is linksboven geregistreerd. Ik klik op OK. Dan ga ik door naar bladzijde 6. Klik op OK heb ik gedaan. Dubbelklik op de zwarte rechthoek. Dubbelklik. Je ziet iets uitzoomen en je ziet een aantal puntjes verschijnen. Dat wil zeggen, de zwarte rechthoek is geselecteerd. Dan staat er, maak een nieuwe laag, layer. Omdat het een symbool is, is hier nu maar één laag. We hebben hier twee lagen, maar omdat ik hier gedubbelklikt heb, ga ik nu dit zwarte rechthoekje veranderen. En dit zwarte rechthoekje zelf heeft maar één laag, layer 1. Ik ga hier ook weer een laag invoeren, op dezelfde manier. Dus rechtermuistoets, insert layer. Dan staat er, u hebt nu ook hier twee lagen, klopt.
sleeplaag 2, layer 2, onder laag 1. Dat kan. Dan moet je op layer 1 gaan staan met de muis. Klik met de linkermuistoets en sleep naar beneden. Dan zie je layer 1, layer 2. Op die manier. Dan klik met de rechtermuistoets op laag 1 en op mask. Dus ik klik hier op layer 1 met de rechtermuistoets en dan op mask. Je ziet hem hier verdwijnen, dat is niet erg. Dat heeft een reden. Kun je straks zien wat het effect daarvan is. Er staat de timeline, ziet er nu zo uit. Nou, dat klopt. Hetzelfde als in het boek. Dan staat er, klik op het onderste slotje. Dit slotje bedoelen ze, bij layer 2. Daar moet je op klikken. En je ziet jouw zwarte rechthoek weer terugkomen. Dan ga ik even bladeren naar bladzijde 7. Dan staat er, klik in frame 1 van laag 2. Layer 2, frame 1, klik. Dan staat er, klik op file. File, import to library. Oké. Opent zich het nieuw scherm. We gaan nu een plaatje importeren. In het scherm dat nu verschijnt, klik op pijltje naar beneden en op pool. Deze. Dan staat er dubbelklik op SCHOOL 23 lesmateriaal. Nou, die hebben jullie waarschijnlijk wel vaker gezien. Ik dubbelklik niet op de letters, maar op het gele icoontje. Dan gaat het zeker goed. En dan op wallpaper. Die moet je even zoeken. Hier staat die. Ik dubbelklik op het gele icoontje. En je ziet hier de wallpapers. Ik ga door naar bladzijde 8. Er staat, kies niet een van de wallpapers. Dus je kan in jouw boek kijken hoe de wallpaper eruit ziet. En er dan eentje kiezen. Je kunt ook hier klikken, bij dat vierkantje hier met een pijltje. En dan kiezen voor miniatuurweergave. Dan kan je namelijk ook zien hoe de achtergronden eruit zien. Je kiest één achtergrond die jij mooi vindt. Ik zal die kiezen uit het voorbeeld. Ik kies deze, maar je mag ook een andere. Je mag helemaal zelf kiezen. En je klikt op openen. Oké, je ziet nog niks. Dat is normaal. Jullie moeten eerst op F11 drukken om de library te openen. Dat heb ik nou gedaan. Ik drukte net op F11 op mijn toetsenbord. En dan staat er, sleep uw wallpaper van de library naar de stage. Wat is jouw wallpaper? Dat is deze. Dan moet je even op klikken. Dan zie je, oh ja, dat was mijn plaatje. Je klikt met de linkermuistoets hierop en je gaat bewegen. En je sleept hem naar de stage. Zet hem maar gewoon in het midden. Dan zie je hier jouw foto en die is veel te groot. Die gaat in één keer veel te... Maar dat geeft niks. Je mag die zo laten staan. Je zult zien, straks komt dat helemaal goed. Ik blader door naar bladzijde 9. Daar staat bovenaan zet laag 2 weer op slot. Dus ik moet hier op het puntje klikken onder dit slotje. En mijn laag 2 is op slot. Oké. Je ziet dat dit al een mooi effect is. We gaan naar de volgende instructie in het boek. Daar staat klik op scene 1. Hier staat scene 1. Daar moet ik op klikken. Dan staat er, maak een nieuwe laag en sleep hem onder laag 1. Nou, dat gaan we volgende keer doen. Dat zal ik in deel 2 zetten van de tutorial. Dan gaan we namelijk hieronder knoppen maken. Voor nu mag je even jouw werk opslaan. Klik maar op File, Save As. Ga je op zoek naar jouw map, dus je klikt het pijltje naar beneden. Bij mij staat wie al docent, bij jullie staat jouw AC-nummer, AC2, weet ik iets. In ieder geval moet hier H dubbele punt achter staan. Daar klik je op. Ik geef hem even de naam, website. En ik klik op opslaan. Oké, tot zover even deze tutorial, deel 1. En in deel 2 gaan we verder met het maken van de knoppen. Oké, goed.
Groetjes.